Een beetje teruggesteld. Ik geef jou een 6. Mark, please. Voor een heel sterke uitstraling een 4. Ik zou toch iets meer variatie willen zien in je keur. Het is niks. Je doet niks. En ik vond het een beetje saai. Je doet alles zo forceerd, toch zo langzaam. Misschien ook een kleine gedurfde lift. Vooral Mark Forno en Jane Hamelink staan bekend als behoorlijk kritisch. Wat vinden zij nu het allerbelangrijkste? De presentatie. Die uitstraling en hoe je gaat een kuur uitvoeren. Ik wil geamuseerd worden door de paar op het ijs. Het gaat niet over 1, 2, 3 pirouetten, dat gaat niet lukken in 10 weken. Maar wel op de manier dat je doet een kuur. Ik wil zien dat de chemie tussen de schaatsers heel goed werkt. En zien van Jane! De passie, die elegantie. Ik wil zien dat ze elkaar bijstaan, ondersteunen. De contact met je partner, die zijn voor mij heel belangrijke elementen. De deelnemers moeten dus hun beste beentje voorzetten. Danny de Munk is bereid te vechten. Ik doe mijn best en meer als je best kan je niet doen. Nee. Maar ik ben wel een type, als ik het niet kan, denk ik, hè, verdomme, ik wil het gewoon leren. Ja. Dus dat zit wel in het aard van het beestje. Dat wil Jane natuurlijk wel even zien. Danny schijnt al pootje over, of in vaktermen gezegd crossover te kunnen. Dat is een mindere kant, zie ik. Is hij minder sterk? Maar okay. Ik moet even warm draaien. Ik heb ook begrepen dat je een pirouette kan. Ja, maar dat doe ik meestal thuis. Alleen in de slaapkamer. Nee, pirouette kan ik nog niet. Michael Bogert pakt het anders aan. Ik heb net even betaald, dus alles is in kammer en kruiken voor de eerste live. Hartstikke goed, joh. Ik ben door. Jenny Smit is lekker bezig. Het achteruit schaatsen is geen probleem. Dus laat maar komen, die wedstrijd. Daar ben ik een van de weinigen in. Dus daar ben ik wel heel... Ik hoor van Nicky dat het wel heel goed is. Dus dan denk ik van, oké, nou, dan ben ik daar trots op. Ook Ralf Makkenbach is zeker van zijn zaak. Beste juryleden, ik kom eraan, dus dan heb je borst maar net. Sterren dansen op het ijs belooft zeker weer een spektakel te worden. De juryleden hebben er zin in. Ja, ik vind het geweldig om te doen. Het is echt mijn favoriete show. Ik verwacht heel veel, een hele plezierige avond van. En ik denk dat de kijkers ontzettend zal genieten.